Dit is NH Airtime. Wat je hier hoort is een dolenthousiaste gezagvoerder in de cockpit van een Airbus A320 die gevonden heeft wat hij zocht. Namelijk die groene gloed boven het instrumentenpaneel, het noorderlicht. De zon straalt elektrisch geladen deeltjes de ruimte in. Dat noemen ze zonnewind. Een klein deel daarvan bereikt de aarde, voornamelijk in de buurt van de poolstreken. Die deeltjes botsen met zuurstofatomen en stikstofmoleculen. Als er maar genoeg deeltjes botsen, ontstaat dit licht. En de grootste kans om het noorderlicht zelf te kunnen zien, is in de winter. EasyJet ging met een Airbus A320 op zoek naar het noorderlicht boven de Shetland-eilanden. Het is niet voor het eerst dat een luchtvaartmaatschappij op zoek gaat naar een natuurverschijnsel. 2 jaar geleden vloog Transavia met een Boeing 737 van Schiphol naar het luchtruim boven de Faroe-eilanden voor de volledige zonsverduistering. En die zag er toen boven de wolken zo uit. Die vlucht met de Transavia Boeing was op de seconde nauwkeurig gepland. Zouden we iets te vroeg of iets te laat zijn vertrokken, dan zou het hele feest in het water zijn gevallen. In het geval van de EasyJet Airbus was het maar de vraag of het noorderlicht die nacht actief genoeg zou zijn. Dat is van tevoren niet heel goed te voorspellen. Maar de piloten slaagden erin om het licht te bereiken. En om het met zo'n filmcamera te kunnen vangen, moest ik mijn sluitertijd heel laag zetten. Vandaar het nogal schokkerige effect. Maar met een fotocamera kreeg je dit resultaat. NH Airtime is ook op YouTube. Met onder andere meer video's gefilmd vanuit de cockpit. Via nhairtime.nl kom je er vanzelf.